Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van kanaal Karper Snoek. We gaan juni in zo langzamerhand en ik ben van plan om na elke sessie een stukje te monteren. Dus hoe de video er precies uit gaat zien, dat kan ik nog niet zeggen. Ik hoop, nou ik weet in ieder geval zeker, brasemvissen, want dat ben ik nu aan het doen. Daarna hopelijk karper en misschien ga ik ook nog wel even roofvissen. Ik zie wel hoe het zich ontwikkelt. Veel kijkplezier. Wat een schoonheid! 60 centimeter en volledig hersteld van de paai. Prachtig in de schubben. Mooie vis hoor! Hoi, en ik heb beter op een andere hengel. Twee bruisers tegelijk. Deze is iets kleiner, 58 centimeter. Ja, dubbele aanbeet. Allebei op mais met een brokje. Eentje een meter of 10 uit de kant en de andere tegen de overkant. Gaat lekker zo! Drie achter elkaar. Dit is de kleinste, 56 centimeter. Nou, ik ben er zeer tevreden mee. Hij zat een beetje erg vast, dat haakje. Keurig in de onderlip, maar muurvast. Maar ja, binnen een seconde met een goede tang is hij eruit natuurlijk. Het is alweer juni. En dan wordt het voor mij tijd om weer serieus op karper te gaan vissen. Serieus, maar wel relaxed. Met één hengeltje. Mijn favoriete hengel. Een composiet blank, ooit opgebouwd door Koos Sielhorst. Speciaal voor mij. Ik ben heel blij met deze hengel. Ik vis er al bijna 40 jaar mee. Het is een heerlijk taai stokje van composiet waar ik mee kan lezen en schrijven. 12 voet lang en een testcurve van 1/3. Zo'n tophengel verdient natuurlijk een topmolen en die heb ik in de jaren 80 al gevonden. De Shimano Baitrunner 3500 of 4500. Ik ga de komende sessies met slechts één hengel vissen en ik hou het simpel. Ik gebruik een inline loodje uit de prehistorie van het method feeder vissen en een combi link
onderlijntje van Piet Vogel. Over de wortel van de onderlijn schuif ik een stukje siliconenslang die ik in het lood duw. Deze constructie geeft net genoeg weerstand voor de vis om zichzelf te haken. En als de karper er vandoor gaat, schiet het lood los. Even een testje doen om te zien hoe het staat met de werptechniek. Ja hoor, gelukt. De eerste sessie vis ik op een plek waar ik nog niet gevoerd heb. Gewoon om te kijken of hier leven is, want dan is het een optie voor een derde voerstek. Best een leuk plekje en genoeg ruimte voor één hengeltje. Het is 7 uur 's avonds en hij ligt precies op de plek waar ik hem hebben wil. Een halve meter voor een duiker. En we wachten op de eerste piepjes. Het is 9:30. Ik heb 2,5 uur gevist en geen teken van leven gezien. Ja, dat kan komen omdat het enorm afgekoeld is. Want als de zon weg is, samen met een koude noordenwind, is het niet lekker. Bovendien is het 1035 hectopascal. En dat is een hele hoge luchtdruk. Daar kan het ook aan liggen. Maar ik heb toch besloten om deze stek te laten gaan. Ik ga hier geen voerstek maken. Ik hou het op twee andere watertjes waar ik al bezig ben. En dit, nou, misschien probeer ik het nog eens een keer als de weersomstandigheden anders zijn. Tot de volgende sessie. Ik ben op een nieuwe stek waar ik 3 dagen gevoerd heb. Met krill knoflookboilies op basis van Robin Red. Ben benieuwd. Het is inmiddels 7:30 en ik heb nog helemaal niks gezien. En toch heb ik geen slecht gevoel over deze stek. Er speelt iets anders volgens mij. Misschien is het wel een ochtendstek, bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat die hoge luchtdruk parten speelt. Het is vandaag notabene 1036 hectopascal. Nou, ik kijk het nog een uurtje of twee aan, denk ik. Ik stop ermee, voortijdig. Het vertrouwen voor vanavond is weg. En die noordenwind wordt vervelend. De zonsondergang hou ik te goed. En ik stop hier met voeren. Overmorgen probeer ik het nog 1 keer en dan 's ochtends vroeg. Wie weet. Tot dan. Het is toch weer een avondsessie geworden, want ik was te lui om vroeg op te staan. Het is nu 7 uur en deze keer blijf ik totdat de zon ondergaat. De omstandigheden zijn hetzelfde als de vorige keer, met een noordenwind en de luchtdruk boven de 1030. Ja, toch hoop ik dat ik vanavond wat meer geluk heb. Dat heb ik natuurlijk weer. Ik zit een uurtje te vissen en dan vang ik een brasem van in de 60 centimeter op een 20 mm boilie. Dat is niet de bedoeling, vriend. Snel wegwezen. Het is 9:15. En sinds die brasem heb ik geen piepje meer gehad. Je snapt dat ik teleurgesteld ben. Ik blijf nog een 30 minuten. Drie dagen gevoerd. 2 avondjes gevist
en één brasem gevangen. Conclusie: ik kan beter werpen dan vissen. Tot de volgende keer. Ik ga een borrel halen. Goedemorgen. Het is eindelijk een keer gelukt om vroeg op te staan. Ga nu maar hopen dat die karpers het ook weten te waarderen. Het is 5:45. Alles staat klaar. Tja, als het vandaag niet gebeurt, dan weet ik het ook niet meer. Dan zal ik toch echt weer op zoek moeten naar een andere stek. Wish me luck. Het is inmiddels 9:30 en ik zal deze stek kort samenvatten. Tot de volgende keer. Ik ben vanmiddag een beetje aan het struinen in de polder met één hengeltje op zoek naar potentiële karperstekken. Ik sta echt droog de laatste tijd, dus ik moet wat nieuws. Nou, dit kan een aardig plekje zijn. Ik probeer het 1 uurtje of 3. Heb ik er vertrouwen in, dan ga ik hier voeren. Maar eerst maar eens zien of ik iets kan vangen. Ik zit nu 1,5 uur te vissen met mais, gecombineerd met een halibut pellet. En er gebeurt helemaal niks. Ik schakel over naar een kattenbrokje tussen de mais. Zo'n drijvend brokje kan net het verschil maken. Ze kunnen me gewoon niet met rust laten. Het is weer zo'n vis van een jaar of 10, 15 oud. 58 centimeter. De oudste generatie die hier rondzwemt. En waar ik bang voor ben, omdat je geen kleinere vangt, dat het ook de laatste generatie brasem is die hier nog rondzwemt. Nou ja, zolang ik er nog van kan genieten, en jullie ook, zeker doen. Ga hem terugzetten. Yo baby. Er kwamen nog 250 plus brasems achteraan. Maar ik had geen zin meer om ze te filmen. Weer geen karper. Het is om moedeloos van te worden. Maar dat word ik niet. Want ik ga gewoon verder zoeken de volgende keer. Maar nu ga ik vluchten. Want er komt een bui aan en die komt heel snel dichterbij. Tot de volgende sessie. Ik heb toch weer een stek gevonden. Die ik vanavond uit ga proberen. Het water is onderdeel van een enorm waterstelsel. Met honderden kilometers oeverlengte. Dus als ik iets vang hier, ja, dan ben ik niet genegen om het te delen. Dat snap je. Dus ik heb de action cam maar thuis gelaten. Ik heb 2 dagen gevoerd. Elke keer ongeveer 250 gram boilies van verschillende diameter. Let the games begin. Hallo allemaal. Ik heb slecht nieuws. Al weken kan ik de karper niet vinden. Wat ik ook probeer. Grootste probleem: waterplanten en metersbrede rietkragen. Je kent het wel. Ik zal er een laten zien. Dit is zo'n water waar het leuk vissen is. Met één hengeltje. Gewoon simpel, met een pennetje of free lining. Maar dan moet je toch wel een stek maken waar je goed bij kunt. En dat is het probleem. Als ik dat doe, dan kan ik er net zo goed een bordje bij zetten met welkom. Want iedereen gaat op zo'n stek zitten. Hij is zo ontdekt. Hoe goed je hem ook verstopt. Dat is behoorlijk frustrerend. Zeker nu het zo druk is met vissers. En er zo weinig stekken zijn. Uit pure frustratie ga ik 1 uurtje baarsjes tikken op het kanaal. Maar ja, hier is natuurlijk ook niet gemaaid. Dus hier moet ik een plek zoeken tussen het riet, de brandnetels en de berenklauwen. Dat zal nog niet meevallen. Er wordt in ieder geval veel lopen en weinig vissen hier. Ik heb een stukje kanaal gevonden met 4 stekken. Of 3 eigenlijk.
binnen 400 meter afstand. Waarschijnlijk uitgeknipt door de visvereniging. Dit is de eerste. Ik ga op elke stek een kwartiertje gooien. En kijken of ik wat vangen kan. Er is net een maaibootje voorbij gekomen. Om dit soort spul los te maken van het talud. Niks mis mee natuurlijk voor de sportvisserij. Alleen de timing had beter gekund. Vorige week kon ik hier niet vissen, omdat de maaiboot in de weer was. Vandaag ziet het er gelukkig beter uit, met weinig drijfvuil. Ik ga beginnen met dit twistertje van 2,5 centimeter. Vang ik alleen kleintjes, zoals ik eigenlijk verwacht, dan schakel ik over op een klein plugje. Met dichtgeknepen weerhaken. Ik krijg op deze stek bij elke worp een aanbeet. Maar ze zijn zo klein, dat komt niet verder dan staart te bijten. Ik haak ze niet. Soms zitten ze met z'n tienen achter mijn toch wel hele kleine twistertje aan. Ik kan nagaan hoe klein ze zijn. Ik ga een ander kleurtje proberen, misschien zijn ze daar feller op. Dit is het allerkleinste wat ik heb. Kijk of ze daar iets mee kunnen. Voor die laatste hadden ze helemaal geen belangstelling. Dus ik ga het nu proberen met een fel kleurtje. Ook voor fel groen, nul belangstelling. Ik ga weer terug naar de eerste. Kleine twistertje. En dan loop ik een stukje door naar een andere stek. De eerste worp, het eerste monster is binnen. Ja hoor, dit wordt het nieuwe dag PR. In ieder geval tot nu toe. Ik breek hier het ene record na het andere. En opnieuw is het dagrecord verbroken. Met een monster van wel 20 centimeter. Nou, ik denk dat dit de laatste gaat worden. Ik ben het wel zat, zo langzamerhand.
Er is gemaaid. Langs een klein slootje bij mij in de buurt. Dus ga ik daar een paar dagen voeren. Met drijvende brokjes. Om aan de oppervlakte te vissen. En met pellets. In een ander hoekje. Het is een onogelijk slootje. Van nog geen 40 centimeter diep. Maar ik heb een karpertje gezien. Het is wel een kleintje, maar dat maakt niet uit. Morgenavond ga ik hier vissen. Als ik tussen de waterplanten vis, gebruik ik geen pen, maar een wattenstokje. De bolletjes zijn er uiteraard afgeknipt en ik zet hem vast tussen twee rubber stuitjes. Zo'n dingetje drijft namelijk. De montage is super simpel. Als je handig bent tenminste. Eerst het bovenste rubbertje op de lijn. En dan het wattenstaafje. Nou, die extras hiernaast vind ik ook leuk. En als laatste natuurlijk het onderste stoppertje. Zo. Aanschuiven en klaar. De haak komt gewoon direct aan de hoofdlijn. Ik gebruik een haakje 6 met een hair van de hoofdlijn. In dit geval 2200ste soepel nylon. De drijvende brokjes presenteer ik met het lusje van de hair in de haakbocht. Eenvoudiger kan het niet. Vis ik op de bodem, dan gebruik ik twee pellets met daartussen een kattenbrokje. Ook weer in de haakbocht gemonteerd, dus zonder stoppertje. Binnen 5 minuten had ik een lijnzwemmer en meteen daarna dit gibbeltje. Het zijn leuke visjes. En aan licht spul, want ik vis met een 1,25 hengeltje, parabolisch, leuk om te vangen. Nummer 2 is weer een gibbeltje. Netjes gehaakt. Twee pellets en een brokje. Dat werkt iedere keer weer. Nou, van drijvend aasvissen zal er niks terecht komen, want ik heb bezoek gekregen van 2 eenden. Dus dat gaat het niet worden. Dan ga ik maar zo verder. Ik stop ermee voor vanavond. Ik heb in een klein gaatje tussen de waterplanten zitten vissen. En ik word gek van de lijnzwemmers. Allemaal giebel. Ik ga eerst een stuk bier vrijmaken morgenochtend en dan probeer ik het morgenavond na het eten nog even. Kijken of het dan beter gaat. Metertje of 20 naar rechts denk ik. Tot morgen. Ik heb het 3 uurtjes geprobeerd, zou ik zeggen. Ik wilde zeggen, het is alleen maar giebel hier. En ze gaan er vandoor. Als piranha's. Nummer 3.
Nou, het is echt niet te geloven wat hier gebeurt. Ik wou net in de camera gaan zeggen van deze stek gaat het niet worden. Want je vangt hier alleen maar van dit soort bloedfanatieke griebels. Zo ga je een handje pellets in het water gooit. Dan begint het met een en al lijnzwemmer. Tot je een beet krijgt en dan zit hij meteen knal aan de overkant. Tussen het riet of tussen de waterplanten. Al van dit soort visjes. Bloedfanatiek. Ze haken zichzelf. Nou ja, je zag het net. Was mijn hengel weer bijna kwijt. Hoe dan ook, deze stek gaat niet worden. Ik zal op zoek moeten naar weer iets nieuws. Tot de volgende sessie, want ik stop ermee. Ik heb er nu 4, geloof ik.